Kerngezond TV is powered by EVT en Volta Limburg. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanuit Heidhuizen. En deze aflevering aan het einde, de Sumo Challenge. We hebben dadelijk weer een leuke vlog, maar we beginnen zoals jullie gewend zijn met het kerngezonde nieuws van deze week. In het kader van Jong Leren Eten gingen de tieners uit Nederweert op bezoek bij Land van Hoornen. Samen met de senioren van de woningvereniging en de cliënten van PSW en de SOOS maakten ze een gezond toetje van yoghurt en fruit. En ze speelden de voedingsquiz. In de zogenoemde beweegtuin van Land van Hoornen hebben de kinderen enkele oefeningen gedaan die de ouderen ook dagelijks doen. En ze speelden samen bokkia, oftewel een soort jeu de boule. De basisschoolleerlingen uit Reuver en Bezel beleefden een gezellige spoordag bij Landal de Lommerbergen. Het fun- en entertainmentteam van het vakantiepark had 12 spellen uitgezet, variërend van pijl- en boogschieten en flessenvoetbal tot en met memory, tafeltennis en lasergamen. Oud-profvoetballer Roel Brouwers was aanwezig voor een heuse kinderpersconferentie. De leerlingen mochten hem daarbij het hemd van het lijf vragen. Hoi jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar onze laatste video van dit schooljaar. We zijn vandaag bij het Limburgs Uitje, waar volgende week de finale dag plaatsvindt. En wij gaan deze voor jullie uittesten. Let's go. Ronde 1. Bij dit spel is het de bedoeling dat je zo lang mogelijk blijft staan door over de balken die komen eroverheen te springen. Wie het langste blijft staan, heeft gewonnen. Let's go. Ja, je ziet het. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar gewoon stilstaan op deze pilaren is lastig. En als dan ook Job staat, dan kan het spel beginnen. Kijk eens hoe het gaat. Het begin is natuurlijk langzaam. En dus kunnen Job en Santi er gemakkelijk overheen. Maar natuurlijk zal straks de baan steeds sneller gaan. En wordt het ook steeds lastiger om te kunnen blijven staan. Gaat nog goed. Heel soepel. En je ziet meteen de verschillende tactieken. Santi die stapt er overheen. En Job die springt hoog in de lucht. Oh, ik blijf hangen met mijn voet. De baan gaat sneller en sneller. En het komt nu natuurlijk ook aan op een stukje conditie en op balans, want de wieken staan inmiddels op de snelste stand. Oh, en daar gaat Job dus onderuit. Hij komt nog goed terecht en doet zich geen pijn. En Santi gaat nog gewoon door. Hoe lang, dat is de vraag. Het wordt steeds moeilijker. Oh, en ook Santi kan dan niet langer blijven staan. Maar deze ronde is wel door haar gewonnen. Ronde 2. Bij dit spel moet je zo snel mogelijk over de rode ballen lopen. Als je er afvalt, krijg je strafpunten. En daar zijn ze weg. Job heeft een uitstekende start. Eerst omhoog en dan springen over de ballen. Maar dan komt Santi langzij. Santi gaat er als een speer vandoor en komt als eerste aan de overkant aan. En is ook als eerste beneden. En dus wint Santi ook deze ronde. Ja! 2-0 voor Santi. Ronde 3. Bij dit spel is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk boven komt met behulp van de stokken. Je mag niet afzetten met je voeten. En degene die als eerste boven is, heeft gewonnen. Let's go! Deze derde battle moet voor Job zijn en hij gaat er gelijk als een speer vandoor. Kijk eens aan, hij springt meteen in de 40, door naar 60 en 90 en hij is al meteen boven. Moet Santi nog haast beginnen? Geweldige winst dus voor Job. Terwijl Santi nog niet eens boven is, is Job alweer beneden en hij mag dus deze battle op zijn naam schrijven. Ronde 4, dit is de laatste ronde. Bij dit spel moet je zo snel mogelijk over de stormbaan. Wie als eerste bij het einde is, heeft gewonnen. Wordt het een gelijkspel of weet Santi ook deze op haar naam te schrijven? De stormbaan begint dus met een beetje duizeligheid. En als je dan stilstaat, dan moeten ze zich snel losmaken. Dat gaat snel bij Job en Job gaat aan de leiding met Santi er vlak achteraan. Eerst de heuvel op en dan vervolgens aan de andere kant weer omlaag. Daar komt de ladder. Oh, maar dan moet Santi inhalen, want Job die blijft een beetje steken. Het net omhoog, Santi nog steeds op kop. Gaat Santi dan deze vierde en laatste pot ook winnen? Ze is als eerste boven. Maar wat doet ze dan? Ze gaat niet door. Nee, ze kijkt. Kijk, dat is nog een sportief gedrag. Ze gaat Job namelijk helpen. Job heeft een beetje moeite om door het touw heen te komen. Maar uiteindelijk is ook hij dan zometeen boven. En dan durft Santi niet meer helemaal naar beneden. Oh, wat gaan we nou krijgen? Job, die lukt het wel. Hij springt gewoon naar beneden. En daarmee is hij als eerste beneden. En dus wint hij dit vierde spel. Een 2-2 gelijkspel dus uiteindelijk in de strijd tussen Santi en Job. En volgende week in de laatste aflevering, dan zien we wie de snelste prijswinnaar is van de Rebus. Want dan nemen die kandidaten het tegen elkaar op. Hoi, ik ben juffrouw
Ineke van basisschool De Dobbelsteen van groep 5-6. En ik ga winnen omdat ik mijn stinkende best ga doen. Nou, juffrouw Ineke, dat was ook helemaal niet slecht hoor. Haar tijd was 25 seconden en 500ste. En dankzij de 15 punten op het dartbord gaan er dus 15 seconden vanaf. En dat maakt een eindtijd van 10.05. Goed voor een fraaie 6e plaats op onze ranglijst. Hi. En dat betekent dat de Sumo Challenge winnaar van het seizoen 2017-2018 bekend is. Meester Rob van basisschool De Horizon uit Zevenum. Hij legde het parcours razendsnel af en raakte op het dartbord ook nog eens de bullseye. En zo kwam zijn eindtijd zelfs in de min uit. Met min 3.09 was hij de allersnelste leerkracht van het jaar. En dus mag de hele klas naar Limburgs Uitje om daar het wipe-out parcours zelf te ervaren. En natuurlijk wordt de dag afgesloten met een kerngezonde barbecue, aangeboden door AZ Barbecue. En hoe dat allemaal was, dat zien jullie volgende week in de laatste uitzending van dit seizoen. Daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van Kerngezond TV. Hier bij de Sint-Antoniusmolen in Heidhuizen, gebouwd in 1861. Aan het einde nog een beetje heugelijk nieuws, wat heet. We hebben een eigen Kerngezond app en jullie kunnen hem allemaal gratis downloaden. Dus niks meer missen van Kerngezond. Gratis downloaden die app van ons. En dat kan via onze website wijzijnkerngezond.nl. Dus kijk even op de website en je voegt de gratis app toe aan je tablet of aan je telefoon. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende week. Hoi! Kerngezond TV is powered by EVT. Volta Limburg, Landal de Lommerbergen Reuver en Hoogvaals, Limburgs Uitje en in samenwerking met Jong Leren Eten.